Maar nu nog altijd bij ons, Viv van Dingenen en Inge Paulussen. Ja, het zijn Tine en Sam uit Witse. Zondag begint een nieuwe reeks, de zevende. Zeg dames, ja, dat is niet gezeverd, want jij bent, ja, je hebt een paar uur geslapen, Viv. Ook door opnames. Hoe lang zijn die dagen? Ik ben toch gemiddeld 12, 13 uur van huis weg. Oh, man. Ja, we beginnen vaak heel vroeg. Mm-hmm. En soms ook 's nachts natuurlijk. Dus het ritme verandert ook constant. En dat maakt het soms wel zwaar. Hè. Maar is het plezant, Inge? Het is wel heel plezant. Ja. Waarom ben je dan gestopt? Ja, omdat dat ik nog een tweede kindje wou. En omdat het is niet te combineren met een groter gezin, zal ik maar zeggen. Ja, redelijk een zware job. Maar goed, de zondag zeker kijken naar die zevende reeks van Witse. En dan is het echt gedaan, hè? Dan heb je geen achtste meer, hè? Dat is zeker, of niet? Nee, er komt wel een achtste. Nog een achtste, en daarna? En een negende. En een negende. Oh, oké. Okay. En ook een tiende nog, denk je? Nee. Dat niet meer. Nee. Maar dan herhalen we dat tot in 2036. Komt wel goed. Zeg, dames, toch even kijken. Die teksten, hoe lang doen jullie erover om die te blokken? Bij mij duurt dat niet lang. Ik denk eigenlijk in het weekend elke keer een uurtje voor de week. Zo. Ja. En jullie weten nog wat jullie gezegd hebben al die tijd? Dat durf ik betwijfelen. We zullen het even testen. Jullie hebben alle twee een drukknop gekregen. Misschien even testen, Inge. Wat is jouw drukknop? Dat is daar. Is dat, ja, dat zwart ding. Duw er maar even op. Ja, dat is jouw drukknop. En je hebt ook een drukknop, Viv. Ja, hier. Doe maar even. Ja, dat is jouw geluidje. Het is heel eenvoudig. We gaan een stukje laten horen van jullie. En als je het weet, dan druk je maar af. De eerste krijgt een puntje. Zo eenvoudig is dat. Wat het vervolg van de tekst is, of wie het gezegd? Het is de stop-de-bandronde. Dus we stoppen de band en je moet dan gewoon zo vlug mogelijk aanvullen. Ja, het is een stukje van Inge, een stukje van Viv, een stukje van Inge. We zien wel. Oké, we gaan beginnen met het eerste stukje. Goed luisteren. Als ik een verdachte arresteer, dan hou ik rekening met twee dingen. Ten eerste, de wet. Ten tweede, mijn buikgevoel. Een buikgevoel, denk je dat? Ik weet het niet. We gaan even luisteren. Als ik een verdachte arresteer, dan hou ik rekening met twee dingen. Ten eerste, de wet. En ten tweede, de omstandigheden. De omstandigheden, dat je dat moet weten, zeggen. Echte flik. Goed, er zijn geen punten gescoord. De volgende opgave, Viv, is een stukje van jou. Het is inderdaad wel zo dat het niet genoeg is om hem alleen maar naar hier te halen. Ja, wat moet er nog gebeuren? We moeten hem dan ook in de cel steken. Jij zegt in de cel steken. Ja. Ja, luisteren, hè. Het is inderdaad wel zo dat het niet genoeg is om hem alleen maar naar hier te halen. Je moet een videoverhoor doen. Je moet een videoverhoor doen? Jij steekt hem direct in de cel. Ja. Ja, boem om. Oké, er zijn nog geen punten gescoord, maar dat is niet erg. We hebben nog één opgave. Van Deun kent zijn job, hè, maar van public relations heeft hij dus nog nooit gehoord. Ja, manieren van... Manieren van. Druk maar af als jullie het weten. Tactisch optreden, weten niks. En de manieren van Witse die trekken ook op niks. Hè? Jij zegt de manieren van Witse die trekken ook op niets. We gaan even luisteren. Van Deun kent zijn job, hè, maar van public relations heeft hij dus nog nooit gehoord. Ja, manieren van een Rottweiler, Jesus. Een Rottweiler, Jesus. Kijk, wie schrijft toch die teksten allemaal? Goed geblokt, dames. Misschien nog in het vervolg iets harder blokken. Zondag gaan we allemaal kijken. Ik wens jullie er nog heel veel plezier mee. Inge, met al jouw kinderen die je nog gaat maken. En al jouw rollen die je nog gaat spelen. En Viv, jij uiteraard zondag op het scherm. Ga je kijken? Ja, ik ga kijken, maar ik ben nog niet op het scherm zondag. Ah, zondag ben je nog niet te zien. Nee, dat zal voor de zondag daarna zijn. Ga jij kijken, Inge? Ik denk het wel. Het is de laatste waar ik in zit. Zeker. Ah, misschien nog één vraag om het af te leren, om een punt te scoren. Wie staat er boven op de berg? De dwerg. Ah! Oh. Dat is toch één puntje waard, hè? Ja. Eén punt. Je hebt gewonnen. Proficiat. Dames, fijne ochtend. Dank je wel. M&M. De grote. Peter van de Verre. Ochtendshow. Let's have a big time. M&M.